In deze editie van onze Kitty Kotti-serie praten we met Christine van Russel-Henaar, directeur-eigenaar van het Kotto Museum. We hebben het over de klederdrachten van de Afro-Surinaamse vrouw. Voor Afro-Surinaamse vrouwen was de manier van kleden zowel tijdens de slavernij als daarna gebonden aan regels. Er waren wettelijke regels hoe tot slaafgemaakten zich behoorden te kleden. Na de afschaffing van de slavernij is er een resolutie aangenomen dat vrouwen niet meer halfnaakt over straat mochten lopen, zegt Van Russel-Henaar. En dat is een resolutie geweest van 1879. We zagen dus de rok, katoen, en we zagen van boven nog heel lang bloot. Maar met die resolutie van 1879, dus na de afschaffing van de slavernij, werd ook het bovenlichaam bedekt. En dan zie je ook echt ontstaan die kotto. Weet je wat we vandaag aan de dag die kotto noemen? En kijken wat was het vroeger? Weet je, heel veel stof, heel groot, heel breed. En ik kan er echt ook wel bij zeggen, het is ontstaan wat we dan zouden zeggen onder de volksvrouwen. Ze kijken marktvrouwen, wasvrouwen. Die hebben dus, ik zeg ook altijd hoor, de kotto is ontstaan in Suriname, maar heeft een hele mooie ontwikkeling ondergaan. En die ontwikkeling zien we ook nu vandaag aan de dag, als we kijken wat men ervan maakt. Ik sta echt ook op dat standpunt en ik zeg van, die kotto komt niet vanuit die tijd. Weet je, het komt echt vanuit na de afschaffing eigenlijk. Van Russel-Henaar is van mening dat de vrouwen van die tijd sterk zijn geweest en dat de huidige generatie veel kan leren van hun nalatenschap. Er zijn verschillende soorten kotto's en de bekendste uit de tijd was de brokobere. De kimono die nu in is, was vroeger gewoon een huisjurk van de vrouw. Je hebt de deftige kotto's, verjaar of zo, weet je, en trouwkotto. Die zijn dan echt helemaal tot over de enkels. Maar als we kijken naar de brokoberen, zijn echt de danskotto's die je vandaag heel veel ziet. Korter, onderrok schiet uit, weet je, een hele ontwikkeling ondergaat die ook. Maar dat is inderdaad de meest gedragen hoor, nu. Ook zonder kooi, want je droeg dan een kooi op je rug. Eigenlijk een kussentje, een famiri, zoals ze dat ook noemen. Om die kotto rechtop te laten staan. Je had heel veel stof, dus je had een beetje hulp nodig. En dat deed dat dan. Weet je, maar vandaag, dat bij een kottobeer, bij een brokkobeer hoeft dat niet. Het is een hele ontwikkeling. Inderdaad, die kimono was, tijdens Bidisma BK Oso, de poer den kotto. Dat dragen ze hun kimono. We kennen het als huisdress, we kennen het als duster, weet je, maar die kimono, dat was het. En het is een overklapjurk, kan je zeggen, makkelijk, je poerkroos zie je weer dat die. En dan zie je die ontwikkeling die we vandaag zien. Die kimono wordt helemaal uit die huissfeer getrokken en wordt zo mooi gemaakt met zoveel applicatie, borduurwerk, noem het maar. Bij de kotto mag de hoofddoek niet ontbreken, zegt Van Russel-Henaar. In de periode voor en na de afschaffing van de slavernij werden de Anissa's niet gesteven, maar werden gewoon gebonden. De hoofddoeken zijn ontworpen aan de hand van verschillende ervaringen die de Afro-Surinaamse vrouw meemaakte. Dat zie je kort daarna, zie je de Ottobakka, die eerste auto in Suriname. Dus het is een hele inspiratie die plaatsvindt in die klederdracht. En ook zo bij de kotto. Ook zo, sorry, bij de Anissa. Een wacht me op de hoek. Een bosmi is esi bi kaminas masani. Gewoon vrouwen, weet je, vrouwen met hun, eigenlijk een beetje hun creativiteit. Maar ook plagende, weet je, een veda, meisje een meermere. Weet je, punten of meisje, lek me, toch? Dus dat waren allemaal verwerkt in Anissa's. Het geeft aan, die Anissa is inderdaad het hoofdmenu van de kleding, kan je zeggen. Hoor, dus eerst die kotto. Maar die Anissa kun je met alles aan. Met je broekpak, met je dit, met je gewone jurk, met dat. Maar die kotto moet je. Die Anissa hoort bij die kotto. Maar die Anissa is ook apart te dragen.